Zodra we opgeroepen worden, giert de adrenaline door je lijf. Je hebt de hartslag in je keel zitten. Je weet niet wat je te wachten staat. Ik heb er tegelijkertijd ook weer heel erg veel zin in. We mogen er weer op uit. We zijn gespecialiseerd in drugsoperaties. We halen daarbij drugs van zee en dan ook van straat af. En dat brengt veel risico met zich mee. Jullie zien mij niet herkenbaar in beeld, omdat wij te maken krijgen met kartels. Dat zijn niet de meest fijne mensen om mee in aanraking te komen. Dus dan willen wij ook graag zo houden dat wij onherkenbaar blijven. Wij gaan naar het Caribisch gebied. We hebben genoeg teams om een heel jaar te vullen. Wij worden inzetgereed gemaakt door verschillende oefeningen samen te draaien. Waarbij veiligheid op voorop staat voor jezelf, maar ook zeker voor je buddies. We leren bijvoorbeeld hoe we veilig een kamer binnenkomen. We hebben Spaanse lessen. Hoe fouilleer ik iemand? Zodra je echt een actie hebt gehad en die adrenaline kick met elkaar hebt gedeeld, verschillende dingen hebt meegemaakt samen, dat brengt je wel bij elkaar. Mijn eenheid is heel uniek, omdat wij met het vloot en met de mariniers werken en dan daarbij ook nog met mannen en vrouwen. Tussen de stoere mannen en toch hetzelfde werk doen, laat je ook zien dat wij vrouwen veel kunnen. Ik ben FMS-operator geworden omdat ik veel van de wereld wilde zien. Daarbij ook erg fysiek uitgedaagd wilde worden. Daarmee kan ik ook een steentje bijdragen aan de maatschappij. Dit is niet zomaar een demo. Dit is een demo van het echte werk wat wij uitvoeren in het Caribisch gebied en wat mijn collega's op dit moment ook aan het doen zijn.